toen ik was afgestudeerd, nou, ging ik werken, zat ik in het bedrijfsleven. Op een gegeven moment had ik een vriendje, toen gingen we verloven. En toen zouden we gaan trouwen. En dus vlak voor het trouwen dacht ik van, oh, wacht eens even. Oh ja, je werd nogal soort op tijd wakker. Wow, ja, voor het trouwen. Want ik merkte dus dat ik weerstand had in het plannen van de bruiloft. En daarin realiseerde ik dus van, ja, ik ben gewoon onbewust een soort van checklist aan het afwerken. Afgestudeerd, werken, ja, dan ga je trouwen, krijg je kinderen. Maar het voelde helemaal niet juist. Ben je er nog op tijd soort van bij geweest? Ja. Nou goed, dan was het ook geen ramp geweest als je na het huwelijk erachter was gekomen. Nee. Ik bedoel, dat is het leven, weet je wel. Ook daar zit taboe op natuurlijk. Hè? We willen natuurlijk allemaal met iemand trouwen en dan daar 60 jaar mee zijn. Ja. Maar hoeveel mensen zitten er niet vast in iets wat er misschien niet meer is, weet Precies. je wel? Precies.